Wel, ik vind dat iedereen waarvan wij droomden van Julie Otsuka moeten lezen. Ik kies dat boek. Er zijn ongelooflijk veel fantastische boeken, maar omdat ik denk dat misschien nog niet iedereen dat al gevonden heeft. Dat is zo'n boek waarvan je denkt, je bent aan het fietsen, je bedenkt dat idee en vervolgens denk je dat kan ik nooit waarmaken en dat interessant houden. Er is namelijk geen hoofdpersonage. Er is alleen maar de wij-vorm. En het vertelt eigenlijk het verhaal van een groep vrouwen, Japanse vrouwen, die ingescheept worden in de periode van de Tweede Wereldoorlog. En die dus worden ingezet als een soort goedkope echtgenotes voor Amerikaanse mannen. En dat loopt dus helemaal mis, want die zijn niet gewenst. En het is prachtig hoe tijdloos dat verhaal is en hoe dat de absolute kern vat van wat het betekent om je land uit te moeten of te vertrekken in grote hoop en dromen en ergens te belanden waar mensen blijkbaar niet op jou zitten te wachten. En dat is dan ook nog eens op zo'n poëtische, meesterlijke manier gedaan met zo'n originele insteek. Ja, dat ik werkelijk vind dat dat zo'n boek is dat het verdient om op elke boekenkast te staan.